Alright, boostje, let's go. I feel more powerful. I could get accustomed to that. How satisfying. I've become stronger. How satisfying. I could get accustomed to that. Become more formidable. I could get accustomed to that. Twee minuten tijd. Channel switched. Voilà ze. I need more discipline. Oh! Shit. My training has paid off. I've become more formidable. Not enough discipline. I've become stronger. I've become stronger.
my training has paid off. How satisfying. I have more control now. Heel goed. I have no control now. I've become stronger. Too low on discipline. I feel more powerful. Shit. I've become more formidable. I need to go back. Loran, I haven't heard from the Herondrum we sent to the Skovos Isles. Skovos is a dangerous land. I hate to think that any more of our will come to harm. All of us know the risks, Tyrion, but we believe in the new Herondrum.
Holy shit. User was moved to your channel. Yo. Ah. Yo. Yo. I think we're een klein beetje luider, is het. Waaah, je bent niet. Pa. Wij zijn vertrokken. Yes. Ah, dat is hier altijd leuk, hè? Dan worden met de grond ineens een boom dood. Ja. En ik heb niet veel nodig. Ja, ach, nu heb ik weer aan dat wielkie draait en nu werkt het weer niet te goed. Oké, dat is. Dit. Als ik al die pets lopen heb, die pakken af en toe nog een keer een mob dat ik laten staan heb ze. Fuck. Ah, legendary drop. Kijk, wat doen we het voor? Zeg, de mond verd. Scheidbed. Oh, nog één. Nou, als ik iets zie droppen en dat je vitality of zo geeft, dan. Yes. Kijk. Ja, trekken en warm naar boven komen, hè? Gaat het zien, hè? Dat had lang geduurd. Godver. Wat kan dat doen? Bed. Is daar van achter of wat? Ja, die heeft natuurlijk niks gelopen. Is langs hier zeker? Ah, nee, toch niet. Ugh. Nou, twee hier zijn het. Nee, ook niet. Wat? Was hij ergens naar het midden toe, maar. Hij staat niet rechts bovenaan. Nou, ja, wel. Ugh. Het gaat hier zijn. Oké. Okay. Dat het meestal zo naar binnen toe is, maar. Wil ik dat enige plekje waar je dan niet geweest bent. Daar moet dat dan zijn, hè? Altijd zo. Nice. Yes, op kwartierke. Al, je hebt nu zo'n gem die je ook XP zo geeft, hè? Als je die al een keer gezien hebt, dat is. Het is nu wel op rank 1, ik heb die ook op rank 25, maar. We kunnen dus mee een level 70 weapon, een two-hander. Je kunt die een gem erin steken. Ik heb hier nog botjes met vitality liggen trouwens, maar ze zijn wel low level, level 11 dus waarschijnlijk. En je zit dat dus gewoon in een two-hander van level 70 en je kunt die op level 1 gebruiken. Wow. En die multiplied zo
Dus als ik die op de level 1 steek en ik kill daar één mob mee op Torment 6, dat is gewoon one shot, want je hebt een 3000 en zoveel damage met een level 6 of level 7. Maar. Dus als je dan geboost wordt en je hebt die gem en je hebt dan een Hellfire ring en een chainset of zo, zet op 10 minuten 76. Belachelijk. Zot. Wat is die nou weer nog hebben, hè? Oh, die gem dropt gewoon, of dropt die speciaal? Ja, van de Greater Rift. Ah ja. Dat is een van de gems van Greater Rift. Ah ja, zo ja. Alleen. Echt een zotte gem. Je kunt teleporten trouwens. Ja, wacht ze. Ik ben even aan het zien wat dat kan halen. Oh, doe maar op het gemak. En de shrine nog aan het zoeken. Dus. Dat is een nice helm eigenlijk op zich. Als je dat in een helm hebt met een socket, dat is ook altijd wel nice. Rode gem in het stuk. Ja, rode gem in, maar is nog niet gepasseerd. Dus. Ja, waar staat de shrine hier? Ja, wacht. Ik ben daar. Ja, we moeten ergens een shrine vinden, maar. Oh. What? Fuck. Ik zag het gebeuren. Ja, ik ook. Op het moment dat ik volte, dat ik zoiets voor van, duwt, dan weet dat het zover is, hè. Ja. Ik heb daar nu in Greater Rift, alles boven Greater Rift 30, 32, alles one-shot, hè. Ja. Zelfs de kleinste stomme shitmob. Die one-shot mij, man. Ik mag er niks geraakt worden. En soms dan zie je zo van. Je hebt dan je knop ingeduwd van Volt. En dan weet je al van. Ja, nee. Het is vandaag. Ja, het is om 7. Ja, dat is het. Het zie je dat dan kan je gewoon van achter blijven staan. Lachelijk echt, hè? Ik kan gewoon bijna continu smokescreen gebruiken, want iedere keer level ik. Ja, dan is mijn pot terug vol. Nice. Zo, dat is dat. Dan. Yes. Dat weer nog zitten. In de foundry. Hey, eigenlijk, ik kijk gewoon naar. Bounties met ofwel clear die plaats, die geven extra XP. Ja. Ofwel van die, ja, de cursed events, omdat die meestal heel snel zijn en veel XP geven. Ja. Ja, je kunt zelfs teleporten. Ja, moet maar. Ja, ja, doe maar. Wel level 1 moet level 2 clearen, maar goede XP, ja, dus. Ja. Ah ja, je hebt geen mob in of wat? Het is pover. Ja, het is echt erg, zeg. Hier kan ik kopen ook nog. Ja, ik had die nog. Ik heb er redelijk wat vitality op. Maar de rest staat wel allemaal op het staat, maar.
Allee. Hier zijn we al geweest. Oh, wat is dat er? Zender. Ah, we zijn er geraakt. Hopelijk hier wat meer volk. Erg zeg. Nu lopen voor iets dood kunnen doen. Ja. Ah, imp. Yes, imp. Impie. Ik ga het gewoon allemaal oprapen, dan spijt ik het neer gekijkt, maar of je er iets mee kunt doen. Yes. Nou, mijn randje lopen. Ah. Ondertussen een keer zien of ik een rode gem kan maken, want ik heb juist een head gevonden met een socket in. Ah ja, ça va. Dat zal ook wel schelen waarschijnlijk. Dat doet waar eigenlijk wel. Waarop Heller heeft al twee dingen gewonnen. Een belt. My training has paid off. Ik level al als ik bij de jeweler sta ook nu. Yeah. Oh, nu moet ik zien dat mijn pet zich er niet afmaken al. You. Als je klaar zit, bekom de warm. Ja, ben er. Yes. Dat waren wel zo'n beetje de goeie. Toch keer op. Remaken. Dan doen we nog een keer de goeie en misschien nog een riftje of zo. Dan gaat het wel in orde zijn. Ik was goed bezig. Ik was aan het wachten en ik ben de partyleader. Allee, waarom duurt dat zo lang? Waarom start Allee, je niet? Waarom start je niet?
Waarom staat er daar start game? Dat had geen steek. Ah, dit is een leuke. Gewoon even in town wachten. Ja, ik wacht. Hey, ga je direct... Is goed. Dat zoeken is altijd langs, hè. Dat is zo de bounty die ik gebruikte voor als ik mijn multibox characters ging levelen. Dan je kunt gewoon op één plek staan en je staat volledig safe. En het is zo een bounty van 100 enemies killen. Ah, ja. Die geven schijt te veel XP. Ja, het zal wel zijn. Oh, oké. Okay. Ga je hier aan de kant zetten. Ja, je kunt teleporten. En gewoon hier blijven staan. Ja. Ik wil even wachten dat ik zeker mijn 5 turrets heb staan, dat we zoveel mogelijk kunnen killen. Yes. Je moet sneller spawnen, want... Ah, nu zijn we vertrokken. Ik sta de helft van de tijd echt gewoon te wachten tot er mobs zijn nu überhaupt. Ja. En hopla, nog eentje. Oei, daar zit er nog wel een eenheid. Fuck. Ah, maar ik heb die wel ook nog zitten. Klaar, dat konden we maar lopen. Ja, wacht ze. Rood. Come in. Gewoon zo van die maar nu fuck. Nu is het wel iets minder dan op Torment 6. Gewoon zo'n pack killen, dat is zo rond een miljoen gold, hè. Ja. Met die gem, die gold gem dat je nu hebt. Er staat nog een cursed chest ook, hè. Oeh, nice. Yes. Terug kill 100. En dan hebben we wel... Het is gewoon een elite. Jammer. Toch een legendary. Of een plan. Ook goed. Wat heb ik hier nog? Oh, die is nice. Er zijn nog 3 gems in steken hier, dat is gewoon. Wat hebben we nog? Ah, dat is ook een leuke idee. Dat is ook nog een 100 enemies killen. Het is wel iets moeilijker om voor u te staan, maar... Ja, is geen probleem. Ik heb mijn smokescreen en dergelijke, dat lukt mij wel. Ja.
Kom maar. Ah nee, dat is niet waar wat ik zeg. Dat is deze. Hier kunnen we wel nog staan ook. Ja, je mocht komen als je daar zit. Je kunt hier achter het hoekje staan. Goed. Ik zet mijn turrets dan wel. Oh fuck, mijn turrets nog niet gezet. Fuck. Blokske bij, blokske bij. Blokske bij, blokske bij. Leveled. Blokske, blokske. Blokske, blokske. Blokske, blokske, blokske. Blokje, blokje, leveled. Blokje, blokje, 4 blokjes, 5, 7, 8, 9, level. 1, 2, 3, 4. Moeilijk hè? 5, 6, 7, 8, 9, level. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, level. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, level. En direct 7 er nog eens bij. What the fuck, dude? Gewoon nog 250. 250 van de 100. Oké. Okay. Zo kan het ook. What the fuck? First, the found, the cursed glacier. Ik weet niet welke dat is. Dat ook een chest? Is dat dan, gewoon 6 levels. Nou, dat is gewoon die dingen. Fuck. Ja, dat is een shrine. Die is niet zo leuk. Gewoon op even opnieuw nieuw game maken, snel kijken of we terug die twee bounties hebben. Ja, is goed. Die 100 kill is echt belachelijk sterk. Die op act 4 heb je heel vaak. Ja. Die andere die is al iets rarer dan act 1. En act 3 heb je er ook nog een, maar die is heel rare geworden. Die was vroeger heel common en die hebben ze gewoon echt kapot gefarmd en dan hebben ze dat hard generfd. Drie zitten er weer niet. Vier. Ja, vier wel. Gaan we erop zoeken en dan. Ja, is goed. Holy fuck, mate. Dat helpt ook wel dat je zo een goede gear hebt dat je er inderdaad 250 kunt killen. Ja, inderdaad. Maar ik kom dat me door. Ik moet helemaal niet killen. Waar ben ik niet hier? Allee, ben ik aan de andere kant. Denken, hè. We moeten wat dingen afschieten, want dan zeg ik mijn movement speed niet. Ik heb mijn movement speed uit mijn paragon gehaald, omdat ik dat van mijn gem krijg. Ja. Maar als ik dan gewoon aan het doorlopen ben. Ja, dat doet het niet. Nee. Ja, ik ga terug. Teleporten is aan. Ik ben echt naar onder. Hè. We gaan een keer het andere plekje pakken, hè. Oh, kom maar. Coming. Oh shit, ik heb een bubbel. Ga ik wel even snel op wachten. Twee cursed chests. Nice. Oké. Dus dan er inderdaad twee staan of zo? Nee, nee.
Inspect and Cleanse of sorry. Ja, ja. Ja. Mag dat er twee chests waren. Dat zou wel leuk geweest zijn. Oké, je ziet het. Het helpt waarschijnlijk ook wel met die een experience gain van 100%. Ja, ja, ja. Dat Allee, ja. Blokske. Dat vinden we niet erg, hè? Nee, zeker niet. Nog een blokske. Nog een blokske. Zit me al aan de 100, hè? Blokske. Ah, nu gaan we beginnen. Level. Ja. Blokske. Blokske. Langs 50 ga ik het toch niet halen, denk ik, deze keer. Nee. Die blokjes. Bonnen veel minder snel. En ja, het is dat. Dat is direct tot andere. 200. Ja, het is al 67 ondertussen. Ja, het is dat. Ja, je kunt komen trouwens. Het is veilig. Yes. Yeah, grijs item. Nice. Dat is altijd plezant, hè. Dus. Welke zien we nog hebben, hè? Pas op, er is daar een. Oh. I am returning to town. Oh. Oh nee, die kan ik pakken, dat is echt niet leuk. Voilà. Daar kun je ook weer vrij safe staan. Ja, doe maar. Yes. Oh, inderdaad. Nu al, ik moet nu al twee keer schieten, groot zijn. Ja. De laatste levels gaat inderdaad quasi level 70 zijn. Ja. Wow. Niet dat er te doen. We zijn nog geen uur verder. Dus. Ja, hoe lang zijn we nu eigenlijk bezig? Kijk, idee. We zijn al 12 uur nu lang gepleegd. Ja, het is daarom dat ik stream. Het is 38 minuten ongeveer. Al bezig. Oh, kijk. Nice. Fuck. Ik heb nog. Schoop, schoop. 10 minuten misschien, maximum. Nee. Ja. Het zal niet veel schelen, pijs ik. Je kunt hier komen staan nu, achter, achter de kist. Yes. We zijn normaal nog in de range. Eerst allemaal open doen. Blokske, 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 blokske. Zo, je kunt klikken. Licht. Een broekje als je wilt. Ik zou een riftje doen. Ja, is goed. Tegen dat we aan de eindbos zitten. Denk ik wel dat. Gaat de 70 zijn. Ja, no, dan hadden we direct al een riftbos op level 70 ook. Thank you for coming here. There are... I've dug up some new things for you to take a look at. Reflect damage zeker? Ja, niet. Ja. Damage gedaan. Ja, reflect damage en dingen vooral. Jailer is voor mij geestelijk. Dat one-shot mij gewoon. Ja. Zelfs op low, tournament 6 zelfs bijna. Ja, 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 bij mij is dat ook zo. Jepla. Nog 9 blokjes.
Dit gaan we de boss niet meer moeten, zelfs niet meer moeten doen. Nee, ik hoop dat normaal gezien zouden voordat een boss komt al level 70 moeten zijn. En dan heb je al direct een level 70 Rift Boss ook. Hopelijk, als hij dan een legendary dropt, dan is het direct al level 70. Yes. Baf, level 70. Dat ging rap. Ja. Ging nog rapper dan ik gedacht had eigenlijk. Ik kopt 50, dus op 40 minuten. Ja. Op mooi. Quasi 40 minuten, ja. Dat is goed, hè. Nice. Maar dan zijn we nog alleen, hè. Moet je nog inbeelden als je, dan, als je nog drie man bij hebt, als je nog twee man bij hebt. Maakt niet uit of die nu low level of max level zijn. Gewoon nog twee man bij, ja, dan is het nog eens 10 minuten sneller of zo. Dus dat. En nu maar je rode set halen, hè. Yes.